Prinsjesdag vandaag. Uh, wat is het meest in het oog springende nieuws voor gemeenten? Nou het nieuws dat de opschalingskorting ook in 2022 wordt bevroren. De opschalingskorting blijft dus 300 miljoen. Het niveau van 2019 loopt niet op naar 570 miljoen. Dat is een goede ontwikkeling, maar u kent het standpunt van de VNG inmiddels. Wat ons betreft gaat die volledige opschalingskorting van tafel. Maar daarover met het nieuwe kabinet. Ja, dan even inzoomen op het totale financiële beeld bij gemeenten. Wat is daarop een eerste reactie? Nou ja, Prinsjesdag 2021 laat zien dat er door het demissionaire kabinet geluisterd is naar de zorgen van gemeenten. Ik noemde al de opschalingskorting. Voor de tekorten jeugdzorg gaat er 1,6 miljard naar gemeenten in 2022. Daarnaast krijgen gemeenten 70 miljoen voor de energietransitie. Maar in de kabinetsformatie moeten echt nog goede afspraken gemaakt worden over een oplossing van de structurele financiële problematiek van gemeenten. Dat zijn de financiële zaken die geregeld zijn bij Prins. Wat zijn de financiële wensen van gemeenten? Ja, we heel graag willen dat er ook voor lokale politieke partijen financiële ondersteuning komt. Dat betekent naast de 25 miljoen voor landelijke politieke partijen dat er ook 10 miljoen euro beschikbaar komt voor lokale politieke afdelingen en partijen. En met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op komst, is dit het echt het moment om die financiering gelijk te trekken tussen landelijke politieke partijen en lokale politieke partijen. En daarnaast willen we natuurlijk heel graag, dat is geen nieuws, een oplossing voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Ja, en dan staan we met z'n allen nog voor een aantal grote uitdagingen, waar ook de gemeenten er echt belang bij hebben dat daar met het nieuwe kabinet financiële afspraken worden gemaakt. Denk aan de uitvoering van het klimaatakkoord, het tekort op de woningmarkt en thema's zoals de regionale economie en natuurlijk digitalisering. Ik herhaal nog maar eens: goede afspraken gemaakt met het huidige demissionaire kabinet. Maar voor de lange termijn hebben we echt dat nieuwe kabinet nodig. En ik hoop dat het parlement eraan bijdraagt dat we dat nieuwe kabinet heel snel krijgen. Gemeenten zitten er echt op te wachten.